kracht van de Heilige Geest, de kracht van God, die ons mensen levendig houdt, in beweging zet en die ons ook moed geeft om dingen te doen. Dat je iets voelt branden in jezelf, waar je enthousiast van wordt, waar je naar wil luisteren, wat je wil volgen, waar je gewoon voor wil gaan. De kracht van de Heilige Geest is dat je spirit krijgt van binnen, dat je moed krijgt en dat je mag geloven. Dat je je relatie met God, je band met God onderhoudt en waarin je mag ervaren dat je echt toe doet dat Hij van jou houdt. Ik denk dat de kracht van de Heilige Geest is dat je elke dag wordt uitgedaagd door Hem om over je eigen angsten soms heen te stappen, om over Jezus te vertellen en als het ware zeg maar, ja, je innerlijk geluk, je innerlijke vrede te vinden. Wij zijn geschapen door God. Hij heeft ons gemaakt. En zoals wij zijn, met een hart, dat begint mee te trillen met de dingen die van God komen. En dan merk je dus van binnen, hé, ik zit op dezelfde toon als wat van God komt. En daarom merk je echt dat de Geest werkt in je. De kracht van de Heilige Geest is dat je goed naar jezelf kijkt en bedenkt, wat wil ik nou maken van mijn leven? En dat doe je met eenvoud, met wijsheid, met liefde. En meer heb je eigenlijk niet nodig.